Sorry, ik moest even zitten. Oh. Go, ik kom van diep. Oké. Okay. Hanna, de opleidingen binnen Erasmus Hogeschool, zorgen die voldoende dat de studenten klaar zijn om na hun studie een job te vinden in Brussel? Ik denk eigenlijk dat Brussel onze grootste troef is, eerst en vooral ook gewoon. Brussel heeft heel veel te bieden, is zeer divers. De meeste hoofdzetels zijn hier ook te vinden. Dus eigenlijk als onze studenten op stage gestuurd worden, kunnen zij direct eigenlijk het broeiende leven van Brussel ervaren, het werkleven. Ze worden vanuit onze hogeschool daar ook echt op voorbereid. Wij geven genoeg ook praktijklessen, werkcolleges, dat studenten daarvoor klaargestoomd worden. In sommige opleidingen wordt er zelfs stage van in het eerste jaar al georganiseerd. Dat zij toch al eens kunnen proeven van het werkleven, eens gaan kijken van ja, oké, wat geeft dat eigenlijk? En daaruit merken wij ook gewoon dat zij perfect klaar zijn na het afstuderen om eigenlijk meteen in de arbeidsmarkt in te treden. En werken jullie met vaste stageplaatsen voor de studenten? Of kunnen zij zelf op zoek gaan naar... Goh, wij zijn daarin eigenlijk redelijk flexibel. Studenten kunnen eerst en vooral zelf eigenlijk de stages gaan zoeken. Als zij merken dat er een aantal bedrijven zijn die hun zeer zwaar interesseren, kunnen ze dat zeker... aan bod brengen. Maar er zijn ook andere bedrijven waar wij al langer mee samenwerken en die eigenlijk ook echt uitkijken naar onze studenten te ontvangen. En die ja, mee te trekken naar het verhaal van oké, wie zijn wij, wat biedt ons bedrijf, wat kan dat ook bieden naar uw hogeschool toe, naar uw opleiding toe. Wat dat zeker heel interessant is. Dus ja, wij zijn daar zeer, zeer flexibel in. Dat hoeft ook niet per se Brussel te zijn, dat kan eigenlijk ook wel verder. Ja, dat is fijn. En de stage zelf, dat is dan eigenlijk, dat wordt beoordeeld door het bedrijf of is dat een nauwe samenwerking dan met de hogeschool? Ja, wij werken eigenlijk nauw samen met de bedrijven. Dus vanuit ons school krijgt de student een stagementor die eigenlijk de student zeer nauw gaat opvolgen, zodat de student ook op tijd kan melden wat er goed loopt, wat er eventueel niet zou goed lopen, wat zich interesseert, wat niet. En daarbij wordt er dan ook iemand aangesteld binnen het bedrijf zelf, van de student ook nauw op te volgen natuurlijk, voor de functie zo goed mogelijk uit te leggen en de student daarin zo goed mogelijk te begeleiden. Hè. Dat de student ook echt wel zijn stage zo enthousiast mogelijk kan vervullen. En ook echt de smaak te pakken krijgt hè, voor de arbeidsmarkt. Want natuurlijk, na de studies is het bij sommigen toch zo ver van echt te gaan werken. Hanna, hoe gebeurt dat dan precies, die voorbereiding op die stages? Ja, wel, ik zelf ben ook student aan de Erasmus Hogeschool geweest. Ik heb sociaal werk gestudeerd. Hoe ik dat heb ervaren als student was eigenlijk, wij werden klaargestoomd echt voor de arbeidsmarkt. Dus in mijn opleiding sociaal werk kregen wij praktijklessen, dus eigenlijk gesprekstechnieken, om eigenlijk te kunnen omgaan met onze cliënten. En dan worden eigenlijk daarop klaargestoomd om echt ja, in de arbeidsmarkt, echt in de dienstverlening te kunnen gaan werken. Dus wij leren de nodige basis. Ik weet niet hoe jij dat ervaart eigenlijk als ouders. Ja, ik begon spontaan te lachen, want ik ben heel blij om te horen dat je diezelfde ervaring deelt. Op dit moment loopt mijn zoon stage in een bedrijf waar dat hij wel op voorhand wel wat zenuwachtig voor was. Van, goh, heb ik nu wel genoeg bagage mee? Ga ik dat aan kunnen? En zo verder. Nu, we zijn uiteindelijk nog maar 2 weken ver, of amper 2 weken ver. Maar dat is al gigantisch om te horen wat dat die, hoe snel dat die echt wordt ingezet als een volwaardige werknemer. Dus ja, dat is echt heel fijn om te horen, om te zien. Dus ja. Ja, dat heb ik inderdaad zelf ook zo ervaren. Ik vond dat dat echt een zeer meerwaarde was. Mijn basislessen, mijn praktijklessen heeft mij echt geholpen om ook gewoon minder stress te hebben als ik de functie moest uitvoeren. We promoten zoveel mogelijk bij onze studenten om ook ervaring op te doen in het buitenland in de vorm van stages of een semester gaan studeren. Werkplek leren wil in principe zoveel zeggen als een stage. Alleen komt die term vooral voor in de graduaatsopleidingen, waarbij dat de studenten gedurende hun 2-jarige opleiding
bij een bedrijf of in een instelling gedurende een aantal dagen per week vast aan de slag gaan als stagiair, hè, maar waar ze op de werkplek dus ook dingen bij leren. Ah ja, oké, dat is eigenlijk een totaal verschil dan met onze bacheloropleidingen, waar dat zij eigenlijk op een korte periode stage lopen in een bedrijf of ja, dienstverlening naar keuze. Ja, als ouder ben ik enorm trots dat mijn kinderen in Brussel studeren. Maar ik moet eerlijk zijn, af en toe maak ik mij ook wel wat zorgen. Wat na hun studies, hè, gaan zij snel aan de slag kunnen in een toffe job? Ja, dat begrijp ik zeker. Hè. Ik denk ook wel dat dat een vraag is waar dat veel ouders mee zitten. Maar ik kan u daarin zeker geruststellen. Veel van onze studenten vinden eigenlijk na hun studies weldra meteen een job. Op onze website kan dat ook zeker bekeken worden. Per opleiding staat er ook aangegeven hoeveel percent van onze studenten eigenlijk meteen een job vinden. En zeker in Brussel. Hè. Hanna, bestaan er ook mogelijkheden om na hun studies nog verder te studeren? Ja, zeker en vast. Ongeveer 25% van de studenten beslissen eigenlijk na hun opleiding van hierna nog iets verder te studeren. Dat kan eigenlijk starten van in een graduaat. Als zij hun graduaat volbracht hebben, kunnen zij perfect in een verkorte reeks een bacheloropleiding studeren. Er bestaat ook de term BANABA, bijvoorbeeld studenten die eigenlijk beslissen vanuit een bacheloropleiding nog een bacheloropleiding te studeren. Oftewel via een schakelprogramma een masteropleiding te volgen. Dat is zeker mogelijk. En hoe zouden ze bijvoorbeeld al kunnen gaan werken en toch nog verder studeren? We hebben een groot aantal werkstudenten die eigenlijk een job met een studie combineren, dus dat is ook zeker mogelijk.